Waarom heeft de Floriade tientallen miljoenen euro's meer gekost dan verwacht? Op die vraag hoopt een speciale enquêtecommissie een antwoord te krijgen. Vandaag werd bekend welke personen in november gehoord gaan worden. Daan en Milan weten hoe fijn het is om een opkikkerdag mee te maken. En om het terug te doen gaan ze nu langs de deuren om te collecteren. En in de herfstvakantie gratis lichtkunstwerken bekijken rond het Weerwater in Almere. Dat is het Aluminus Festival. Morgen gaat het van start. Het is donderdag 24 oktober en dit is Flevoland. Goedenavond. 15 personen gaan in november hun verhaal doen over hoe het zo mis kon gaan met de Floriade. De gemeenteraad van Almere maakte vandaag bekend wie er gehoord gaan worden in een raadsenquête. Verslaggever Maarten Middelkoop, hij weet er meer van. Maarten, een raadsenquête dus. Wat staat er precies op het programma? Nou, op het programma staan 8 dagen aan gesprekken met mensen die op verschillende manieren betrokken zijn geweest bij de organisatie van de Floriade. Dat zijn gesprekken onder ede. Dat betekent liegen is streng verboden, is zelfs strafbaar. Er staat een maximale gevangenisstraf op van 6 jaar. Dat is hoe serieus deze gesprekken dus zijn. Dat is een zwaar middel, wordt niet vaak ingezet. De laatste keer hier in Almere was meer dan 20 jaar geleden. Toen ging het over een miljoenenkostenpost voor een sportpark dat uiteindelijk niet kwam. Nu dus weer voor een kostenpost van miljoenen, maar dit keer dus de tuinbouwtentoonstelling. Ja, en wie zijn daar allemaal voor uitgenodigd? Ja, onder andere oud-burgemeesters. Annemarie Joritsma zal bijvoorbeeld de eerste zijn die gehoord wordt. Zij was burgemeester in aanloop naar de Floriade. Daarna is ze ook nog een soort ambassadeur geweest voor de Floriade. Dus die kan ongetwijfeld veel vertellen over hoe dat achter de schermen ging. Oud-wethouders worden gehoord. Wethouders die met financiën bezig waren. Ook wethouders die specifiek de Floriade in hun portefeuille hadden. En daarnaast ook bestuurders van de Floriade BV. Dat is het bedrijf dat is opgericht door de gemeente Almere om die Floriade te organiseren. De algemeen directeur Hans Bakker bijvoorbeeld, die zal ook voorbij komen. 16 mensen zijn er uitgenodigd. 15 zullen uiteindelijk gehoord worden. 1 iemand laat het afweten. Dat is een vertegenwoordiger van het Weerwater CV. Dat is een projectontwikkelaar die een woonwijk zou gaan bouwen op de plek waar de Floriade was gehouden. Daar zal dus niemand van komen, die laten het afweten. En voorzitter van die raadscommissie, dat is Brent Haddering, die legt uit waarom. Omdat volgens het enquêterecht zijn de enige mensen die verplicht zijn om deel te nemen aan een openbaar verhoor, zijn dat bestuurders, ambtenaren, politici. Overige partners zijn dat niet. Die kunnen wij hoogstens uitnodigen, dat hebben wij gedaan. En Weerwater heeft daarvan afgezien. Wat vindt u ervan dat Weerwater daarvan afziet? Daar wil ik in dit stadium verder geen uitspraken over doen. Dat is een keuze die aan hun is, die hebben zij gemaakt. En u kunt bij hen nagaan wat daar de beweegredenen voor zijn. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor het onderzoek? Is het nog wel compleet op deze manier? Wij doen natuurlijk, het onderzoek is niet alleen maar de openbare verhoren, dat is er 1 onderdeel van. Wij doen natuurlijk ook heel veel ander onderzoek. Wij voeren heel veel gesprekken met mensen. Dus volgens ons doet dit niet af aan de compleetheid van het onderzoek. Het is natuurlijk jammer als iemand daarvan afziet als ze zijn uitgenodigd, maar dat is een keuze die aan hun is en die hebben zij gemaakt. Ja, Brent Haddering was dat, Forum voor Democratie raadslid en voorzitter van de raadscommissie. Maarten, terug naar jou, want wanneer zijn die gesprekken? Die zijn vanaf 4 november elke maandag, woensdag en vrijdag tot en met woensdag 20 november. 2 gesprekken per dag, eentje in de ochtend, eentje in de middag in de raadzaal in Almere. Die zijn openbaar, die worden ook gelivestreamd bij ons, bij Omroep Flevoland. En wij gaan ook een live vlog bijhouden, dus volop verslag voor deze raadsenquête bij ons. Verslaggever Maarten Middelkoop, dankjewel. Er zijn verkeerslichten en extra rijstroken nodig voor een betere doorstroming bij afrit De Munt op de A6 bij Emmeloord. Dat blijkt uit onderzoek. De gemeente Noordoostpolder en de provincie willen verkeerslichten bij de afrit plaatsen om opstoppingen en ongelukken te voorkomen. Op de afritten bij De Munt staat het verkeer geregeld vast en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar erger wordt als er niets gebeurt. De Boni-supermarkt op Urk gaat mogelijk naar een nieuwe locatie. 15 jaar nadat er voor het eerst over een verhuizing werd gesproken, is volgens de gemeente de procedure om de Boni te verplaatsen in gang gezet. Al in 2009 werd er onderhandeld over de aankoop van grond van een autogarage aan de Industrie Rondweg op industrieterrein Lemsterhoek. Door bezwaar van andere supermarkten kwam het plan stil te liggen.
De provincie gaat zo spoedig mogelijk onderzoeken hoe het kunstwerk De Tong kan worden gerepareerd en wat dat kost. Daarbij wordt ook gekeken of er een ander materiaal dan koper kan worden gebruikt. Dat zei gedeputeerde Sjaak Simonsen gisteravond bij een vergadering van Provinciale Staten. De Tong op de Knardijk tussen Lelystad en Almere werd in het weekend door dieven gestript van het koper. Amsterdam begint over 3 dagen met een feestjaar richting het 750-jarig bestaan van de stad. En wist je dat Urk een bijzondere band heeft met Amsterdam? Urk was vroeger eigendom van de hoofdstad. En dat kun je nog steeds op het voormalige eiland zien. Urk was 132 jaar lang eigendom van Amsterdam. Dat was tussen 1660 en 1792. Het eiland Urk was in de hoogtijdagen van de VOC een speelfunctie voor de scheepvaart op de Zuiderzee. Door ondieptes ter hoogte van Enkhuizen liep de route langs Urk, voordat deze weer afboog richting de Waddenzee. Herkenningspunten waren daarbij cruciaal. De vuurtoren was een heel belangrijk iets. Eerste vuurbaak, 1617. De burgemeester van Amsterdam opdracht gegeven tot de bouw van de vuurtoren die dag en nacht moest blijven branden, zodat het een baken was voor de scheepvaart van Amsterdam naar buiten toe. Dat was de reden voor Amsterdam om Urk in 1660 te kopen, zodat het eiland als baken voor de scheepvaart werd behouden. Waar ze dan achter komen is dat de Zuiderzee jaarlijks meer en meer van de keileembult snoept waar Urk op gebouwd is. De zeewering was oud, afgebrokkeld, paalworm had het weggenomen en er was geen geld voor nieuwe zeewering. De andere bescherming, het hoogwater, de golven, de stormvloeden die er kwamen, er bleef steeds minder van over. En als Amsterdam er niet was geweest, had Urk niet meer bestaan. Een ander belangrijk punt voor de scheepvaart is het kerkje op het Hoge Klif. Maar het heeft ernstig te lijden onder stormen. Dat was een bouwval, de toren was een bouwval. En burgemeester Hooft, die hier kwam voor de jaarlijkse controle, die heeft geconstateerd dat het niet langer kon en dat er een nieuwe kerk moest komen. Boven de ingang van de kerk is het wapen van burgemeester Hooft terug te vinden, naast de 3 kruizen van Amsterdam. Het geloof was belangrijk voor de Amsterdammers. Ze wilden zelfs dat het tot dan toe grotendeels katholieke Urk protestants moest worden. En niet alleen op het oude land is de band met Amsterdam terug te vinden. Bij woonzorgcentrum Talmahaven ligt een anker als gedenkteken dat is aangeboden door de Amsterdamse Binnenvaartsociëteit. Het is gemaakt van stalen Amsterdammertjes. Dus wel heel leuk. Overal vind je dus de 3 kruisjes van Amsterdam weer op de rug. Als je in Zeewolde woont, bestaat er kans dat Daan en Milan deze week bij je aanbellen. De jonge broers zijn beide ambassadeur van de Almeerse stichting Opkikker. Die stichting organiseert opkikkerdagen voor families met een langdurig ziek gezinslid, zodat zij hun zorgen even kunnen vergeten. De broers halen geld op, zodat meer gezinnen kunnen genieten van zo'n speciale dag. Hi, Guido. Ik loop collecteer voor stichting Opkikker. Ik heb geen contant, maar kan ik met een ticketje iets? Ja. Oh, top. Ja. Ik ga mijn telefoon pakken. De 14-jarige Daan en de 8-jarige Milan hebben deze week 1 doel. Zoveel mogelijk geld ophalen voor stichting Opkikker. De broers weten namelijk hoe leuk zo'n speciale Opkikkerdag is, want zij hadden er vorig jaar zelf 1. In een VR-bril en coole auto's gezeten. Ja. En in een helikopter. Ja. Gaaf zeg. En hoe was dat, Daan? Leuk. Waarom mocht hij er naartoe? Omdat ik een beperking heb. En door de beperking is lopen en praten voor Daan niet zo gemakkelijk. Maar dat weerhoudt hem er niet van om alsnog langs de deuren te gaan. Wij lopen collecten voor Stichting Opkikker. Wat mooi. En dat doen jullie samen, wat goed. Ja, u heeft net gedoneerd aan Stichting Opkikker. Ja, waarom? Ja. Omdat ik de stichting wel ken, maar eerlijk gezegd nog nooit eerder aan gegeven heb. En hoe vond u dat Daan het net deed? Ja, superleuk. Ja, absoluut. Ja. Dat gaat het alleen maar extra leven. Dus dat herken ik ook wel. Is er een eindbedrag waar jullie voor gaan? 1000 euro. Ja, 1000 euro. En als het geld eenmaal opgeteld is, dan gaat het naar de stichting? Ja. En wat gaat de stichting ermee doen? Leuke dagjes uit voor stichting of kikker. Ja. Als je dan zo'n dag hebt gehad, hoe voelt dat dan? Leuk. Omdat je dan dingen vergeet die je hebt. Dan heb je 1 dag los van dat.
Artificial Humans, het weerlicht en Abri Maximaal. Het zijn lichtkunstwerken die de komende weken gratis te bewonderen zijn rondom het weerwater in Almere. Het Aluminus Festival gaat morgen van start. Ja, het zijn 10 kunstwerken die we langs de route hebben. Dus je loopt het rondje Weerwater, zo'n 5,5 kilometer, kom je 10 lichtkunstwerken tegen. En we hebben een aantal plekken prachtig uitverlicht, zoals bijvoorbeeld de brug waar we hier staan. Maar ook heel veel natuurgebiedjes, zeg maar parken die we dan mooi hebben uitverlicht langs de kant. Er zit een spelelement in en je komt een aantal horecaplein tegen. Zijn het gewoon lichtkunstwerken, gewoon om leuk om naar te kijken, of zit er ook nog een boodschap achter? Nou ja, wat wij bijzonder maken, of in ieder geval wat ons bijzonder maakt, is dat wij een theatermaker koppelen aan een beeldend kunstenaar. En die maakt een lichtkunstwerk. En dat doen wij eigenlijk een beetje als enige op de wereld zo'n beetje. En dan krijg je dus een heel ander type lichtkunstwerk. Een van de lichtkunstwerken die de komende 2 weken te zien zal zijn, is die van Suburbia. Motus Vitae heet het werk. Ja, wat is het voor kunstwerk? Het is een kinetisch kunstwerk, wat eigenlijk zoveel betekent als dat het beweegt. En ja, zoals je hier achter me ziet, bestaat het uit grote reflecterende zilverkleurige bollen die bewegen eigenlijk in de vorm van een soort heelal beweegt. Wat wilden jullie met dit kunstwerk laten zien? Wat wilden jullie vertellen? Nou ja, de titel is Modus Vitae en het betekent soort van, ja niet soort van, maar het betekent levensbeweging. En het zou misschien een klein universum kunnen zijn wat we nog niet ontdekt hebben, maar het gaat over, nou ja, dat we misschien ons bewuster worden van de schoonheid van dit alles om ons heen. En tegelijkertijd dat het ook een soort wonder is dat dit allemaal bestaat en dat het is ook een soort ode aan het toeval. Dat het, ja, het is toeval, ja, dat, want je ziet bovenop een soort paardenstaart rond kwispelen, draaien eigenlijk, soort toevalligheden en ook soort, ja, beetje verwondering over oproepen van hé, wat is dit eigenlijk allemaal en hoe, of dat we met, je zou kunnen zeggen, soort met nieuwe ogen weer naar de werkelijkheid om ons heen kijken. Dat was hem weer, maar op de website en in de app gaat het nieuws gewoon door. Daar lees je bijvoorbeeld ook waarom het in onze provincie altijd mistiger is dan op het oude land. Veel leesplezier, fijne avond en graag tot morgen. Dag.